Jongens, het is weer tijd voor een unboxing, want zo ben ik. Ik vind het leuk om dingen uit dozen te halen. Ik hou nou eenmaal van dozen. Het is de Razer Wildcat. Het is een controller voor de Xbox One en Windows 10. En het is eigenlijk een beetje een controller die gericht is op de e-sport. Dus ja, daar moet je dan ook over nadenken. Het is een goede €150 die je ervoor dokt. Dus je moet wel zeker zijn van dat je een goede e-sporter bent. En dat je mad money's gaat maken met je sponsorships. Anders dan komt het nooit goed en is deze controller veel te duur voor je. Maar het is wel een toffe controller. Hij is van Razer en hij ziet er in ieder geval al heel iconisch uit. Dus we gaan hem even uit zijn doosje halen. En het leuke is, je krijgt natuurlijk net als met andere wat prijzigere controllers, krijg je er een leuk draagtasje bij. Oeh, kijk ook hoe... Er zit een heel subtiel Razer logootje op. Waarschijnlijk is het, als je 3 keer in je tas hebt gegooid, dan is het eraf. Maar het glinstert wel een beetje. Het fonkelt. Het fonkelt in het zonlicht van onze studio. Het leuke is, je gooit het tasje open, het leuke draagtasje. En dan, voilà, heb je hier de controller, de Wildcat. Het is ja, wel echt specifiek gemaakt voor Xbox One. Maar het kan dus ook gewoon op je PC, je Windows 10... systeem. En ja, wat meteen opvalt, het is wel een beetje zoals de Elite controller die we eerder al behandeld hebben. Weer met van die klikkertjes aan de achterkant, extra bumpers en triggers die je ook nog aan kan passen met hoe stevig je ze wil. Je kunt nog dingen lokken, dingen eraf halen, allerlei. Oh, volgens mij zijn dit de... Kijk, nou worden het, kun je hem weer niet helemaal indrukken. Dat is echt voor die e-sporters die gewoon snel op de trigger moeten zitten. Je krijgt er ook nog wat andere dingen bij, want dit is hem niet helemaal. Je ziet al, hij verschilt een heel klein beetje met hoe hij er op de doos uitziet. Dus die ga ik vooral even zoeken. De grip pads. Ik denk dat die hierin zitten. Accessory pack. Kijk, dat zie je, dat krijg je er ook zo mooi bij. Oh wow, er zit een hele... Oh god, de installing the rubber grips. Moet ik ook drivers installeren dan? Oké, okay, kijk. Dus ik ga ze dan nog niet live erop plakken. Want ik heb het idee dat als je dit eenmaal doet, dat het permanent is. Het leuke is wel, je kunt deze misschien nog wel bijkopen. Dat stel, ze worden een keer vies. Maar dan moet je even bedenken dat ze zeg maar zo... net er allemaal overheen komen. Ik ga het nou niet doen, want als ik dit in een unboxing ga plakken, dan zul je zien dat het straks enorm scheef is en dan zitten we er mee vastgeplakt. Creative stream. Creative stream, ja. Gewoon even op Twitch. Jongens, ik ga dingetjes plakken. Welkom, kom erbij. Even kijken, zitten er nog wat andere dingen in? Jazeker. Dit is natuurlijk een draadloze receiver, lijkt het op. Oh, nee, 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 nee. Het is... Godmondetje. Het is... het kleinste, schattigste schroevendraaiertje wat je ooit zult zien. En de Thumb Grip Pads. Die je natuurlijk ook weer mooi op het design ziet staan. Het is... Oh, kijk nou wat een lief schroevendraaiertje erbij krijgt. Krijg je er dus ook gewoon bij, zodat je waarschijnlijk dingen weer los kan maken, dingen vast kan zetten. Maar, kijk, dit kunnen we natuurlijk wel even doen. Mits ik dit niet compleet vernagel. Maar goed, als je daar de tijd voor neemt, dan kun je dat dus ook doen. En dan heb je dus in wezen een heel erg pro-controletje voor jezelf. Hij werkt eventueel draadloos, maar je kunt hem ook, hoppatee, ook gewoon met een dikke, dikke snoer aansluiten. En dan werkt hij dus ook gewoon op je PC en op je Xbox One. Moet ik alleen wel even kijken. Ja, zo gaat hij erin. Zo, het zit echt goed stevig vast. De Razer Wildcat. We gaan hem binnenkort nog behandelen. Er komt sowieso een geschreven artikel en natuurlijk GamersNet Gear. Gaan we even kijken wat voor controletje het allemaal is, wat die kan en of die een beetje opweegt tegen ja, Xbox eigen Elite controller. Want het is immers dezelfde prijs en probeert ongeveer hetzelfde te doen. Net iets preciezer allemaal. Net iets meer richting de e-sports kant. Ik ben in ieder geval benieuwd. Het voelt al wel lekker in de hand. Die thumb grip pads moeten er nog op en deze moeten er nog op. Maar we gaan het allemaal ontdekken. Dus hou GamersNet in de gaten voor de recensie, geschreven en video van de Razer Wildcat.